Hi. Laten we eens een keer beginnen zoals iedereen begint op een beautykanaal, geloof ik. Hi, welkom op mijn kanaal. Ik ben Anneloes en ik ga jullie vertellen wat er deze maand in de Lookfantastic zit. Normaal gesproken kom ik altijd met de goodiebox, maar ik denk, laten we het gewoon weer eens een keer proberen. Ik geloof niet dat heel veel mensen het interessant vinden, omdat je het heel makkelijk zelf op de site kan kijken. Maar we gaan het gewoon weer een keer proberen om te kijken wat er in de Lookfantastic zit. Het is een maandelijkse box. Als je hem één keer koopt, is hij €20. Daarnaast kun je hem 3 maanden doen, 6 maanden doen of een jaar. Als je een jaar hebt, dan is hij €17. Dus dan wordt het steeds maandelijker, wordt het goedkoper. Hoe langer je hem neemt, hoe goedkoper die is. Oké, wat zit er deze maand in de box? Het zijn 6 producten. Over het algemeen hebben zij wat meer travel size. Zoals Goodiebox heeft vaak toch wel de meeste full size producten. En Lookfantastic heeft dan de meeste travel size producten. Het eerste product wat in de box zit is een aromatherapie en dit is een een spiergel. Dus de-stress, focusing en smoothing. Ik weet niet of die dan warm wordt. Massage directly into any problem areas. Nou, problem areas is altijd wel denken dat je een beetje kramp of een beetje spierpijnachtige klachten hebt. En dan leuk, 40 ml. Leuk dat dat er een keer zo'n product in een box zit. Dit zie je niet vaak, maar het is wel handig om in huis te hebben. Dan hebben we van Krum. Als ik dat goed uitspreek, ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Krum. En Krum heeft een, hier is dat een mooiste, een massagebar. Nourishing en hydratating. Is verzorgend en hydraterend. 100% plastic free. Even kijken. Your change to transition from tension to. Ook. Oké. Dus echt, dit is een soort van massageolie. He, waar je normaal gesproken massageolie voor pakt, pak je dus nu deze bar. Want ze expands en dry skin will melt away. Oké. Aches, spijntjes en een droge huid smelten weg. Als je deze blend. Oké. Een massage zeep. Apart. In plaats van olie of massagecreme gebruik je dan dus een zeep. Nee, het is ook echt een. Daar gaat de doos weer. Het is dus echt een zeep. Ik ben pas zo enorm handig met het spul. Nou, oké. Ik zou dat niet zo snel doen, want. Ik denk van ja, moet je dan met die massage. Met dat ding. Dus, hè, moet je het zo doen. Of ga je flink in je handen wassen als zeep, zodat je een beetje foam op je handen hebt. En daarmee masseren. Dus ik vind het een beetje iets aparts. Weet het niet. Zouden we moeten gaan kijken op de QR-code die er ook bij zit. Of daar meer informatie is hoe je het moet gebruiken. Want staat dat hierop? De bar will begin to melt when you place directly onto dry skin. Ja, oké. De shampoo of de zeep, het blokje, begint meteen te smelten op het moment dat hij op een droge huid is. Dan ga ik ervan uit dat ze bedoelen droog als in niet nat. Je moet dus wachten tot een bepaalde hoeveelheid is gesmolten op die plek en dan kun je massage. Dan kun je een massage doen. Try warming between dry hands, dus opwarmen tussen droge handen, voordat je hem op het lichaam plaatst. Reply as often as like as you. Oké. Je moet hem dus laten smelten. Hij smelt dus blijkbaar met huidtemperatuur. Nou, oké. Maar nogmaals, de QR-code, daar staat ook een heleboel informatie over alle producten. Maar ik heb geen tweede telefoon bij de hand, dus vandaar dat we dat eventjes niet doen. Dan hebben we een heel erg schattig roze tubetje. Ik ben dol op roze.
Dus het ziet er echt fantastisch uit. Peter Thomas, nou, het zegt maar helemaal niks. Dit is een roze stemcel anti-aging gelmasker. Nou, gelmasker is denk ik ontzettend verkoelend. Dus ontzettend lekker als het warmer weer is. Stemcel is anti-aging. Dus wat dat betreft is het een leuk product om te proberen, denk ik. Het volgende product. Christopher Robin. Dat merk hebben we vaker gehad, dus over het algemeen. Dat is haarmerken voor haarproducten. Dit is een cleansing volumizing paste. Een shampoo paste. Cleansing. Dan denk ik aan shampoo. Dus wat je... een shampoo pasta. Oké. Wat zeggen ze hier? Apply a tablespoon size onto wet hair and work through in sections. Gently massage, focusing on the roots. Dus even kijken. Dus pak een tablespoon tafel. Dat is best wel veel. Het is maar een klein potje. Want dit is 40 ml. Dus je moet een tafellepel. Of een eetlepel. Tafellepel. Een eetlepel hoeveelheid moet je pakken. En dat moet je op nat haar doen. In secties, in delen. En dan moet je het inmasseren bij de wortel. De roots. Dan moet je het water erbij doen. En dan moet je het masseren. Inmasseren. En dan moet je het eruit spoelen. Dit is dus gewoon shampoo. Oké, okay. Apart. Ja! Het ziet er niet heel smakelijk uit. Oh, en het ruikt. Oh, het ruikt enorm zeperig. Daar ga ik van niezen. Een zeep heeft zo'n. Heeft zo'n zo'n scherp luchtje eraan. Oh. Oké. Okay. Nou, ik ben wel benieuwd. Ik denk wel dat ik het een keer ga proberen. Maar de kans dat ik dan enorm ga niezen onder de douche, dat is ook wel weer enorm groot. Dit is trouwens ook natuurlijk een travel size of een mini of wat dan ook. Die is 14 ml. Dus max twee keer, dan heb je hem wel gehad. Het volgende product, Lottie Londen. Oh, dat glimt erover. Een roze poeder. Echt roze. Wat is dit? Wat is dit? Dit is een Ready, Set, Go. Setting powder. Oh. Een setting powder is om je make-up beter te laten zitten. Maar roze? Oké. Okay. Ik denk dat ik hier wel benieuwd naar ben. Ik ga het zeker proberen. Tuurlijk ga ik het proberen. Ik ben benieuwd wat het resultaat is. Ik denk namelijk dat het een bepaalde glow gaat geven. Maar dat hangt ook een beetje van je ondertoon van je huidskleur af. Ik denk niet dat het bij iedereen gaat werken. Een roze. Maar oké. Okay. Daar ben ik benieuwd naar. Leuk. Voor mij is ik vind het leuk. Spectrum B06 Fluffy Blender. Even weer van de grond afrapen. Dit is een ik ga ervan uit dat dit een kwast is. Een Fluffy Blender. Dus daar kan je mee blenden. De naam zegt het eigenlijk al. Ik ga hem even openmaken. Hygiënisch verpakt. Of hygiënisch. Eigenlijk ook hygiënisch, maar ook natuurlijk verpakt natuurlijk in papier en niet in plastic. Wat een leuke... Ja, nogmaals, ik ben dol op roze, ik ben dol op paars en blauw. Dus het kwastje... Even kijken of ik hem scherp wil stellen. En daar gaat hij. Is vrij dikker. Zoals je, als je hem scherp stelt, ziet... dus het is inderdaad, ja, blenden of bananenpoeder hè, of highlight of iets onder je oog. Of ja, misschien ook wel het blenden van oogschaduw. Kun je er ook wel voor gebruiken, denk ik. Nou ja, ik denk dat het wel een redelijk multifunctioneel kwastje is. Ik vind het wel een mooi kwastje om zo te zien, met al die kleurtjes. Ja,
Ik vind dit dus wel op zich een leuke box. Ik vind de Look Fantastic niet altijd even leuk. Maar ik moet zeggen, dit vind ik leuk. Maar misschien komt het ook wel omdat het nogal een enorm rozig... rozige doos, box is. Want er zijn 4 producten die meteen... Die... Oh, roze. Leuk. Nou, en daarnaast hebben we de gel voor ja, spierpijntjes. Wat mij, ja, vind ik, ik heb niet zo snel spierpijn, maar ik denk dat het op zich wel een heel erg leuk product is om erin te hebben. Is een keer wat anders. En de massagebar, nou ja, ik weet niet. Ik denk niet dat het heel prettig voelt als je dit op je hier mee gaat masseren. Dus dan moet je inderdaad wel echt een smeltstuk hebben. En dan moet je de bar weer wegleggen. Dus het is allemaal wel... Dan zou ik hem eerder op laten warmen in je handen. En daarmee gaan masseren. Maar dan moet je wel genoeg hebben. Dus ik vind het een beetje een tricky ding. Want dan moet je weer bij je... Ja, als je bij jezelf doet, maakt niet uit natuurlijk. Maar als je iemand anders gaat masseren, is dat wel minder ontspannend, denk ik. Omdat je dan weer weg moet, je weer meer... Hier van de spul moet pakken en nou, enzovoort, enzovoort. Maar ja, dat is mijn gedachtegang, omdat ik natuurlijk mensen masseer. Dus als ik een gezicht masseer, dan wil ik niet halverwege in massage weer een nieuw spul moeten pakken, zeg maar. Dus dat is minder ontspannend, maar dat is mijn ding. Dat maakt voor jezelf niet uit. Nou, dat was de Look Fantastic. Laat me maar weten, wat vind je ervan? Ik vind het deze keer een ontzettend leuke box. Leuke variatie, leuke producten ook wel. Zeker die, ik zou bijna zeggen tijgerbalsem, maar dat is natuurlijk een merknaam, dat mag ik niet zeggen. Maar het product tegen, voor de spieren, om de spieren soepeler te maken als je pijntjes hebt. Wat. Dat vind ik wel heel grappig dat dat erin zit. Of ik het gebruik, weet ik niet. Maar ik vind het leuk dat het erin zit. Nou ja. Oké, dat was hem. Op naar de goodiebox zou ik zeggen. Tot de volgende unboxing.